Wat heb jij hier? Daddy's Team. Oeh, dat is een mooie t-shirt. Zo mooi dat ik hem ook aangetrokken heb. Ja. We zijn assortie, hè? Ja, ja. En jij? Ik... We waren nog aan het twijfelen toen we die t-shirt zagen liggen van... Nee, enkel. Ja, maar zouden we Daddy's Team voor mij zou een beetje vreemd zijn, hè? Ja. Dat is waar, maar ja, langs de andere kant. Je bent dan toch ook in mijn team, hè? Nee, voor één nee. dag of zo. Ik ben heel erg graag een buitenstaander weer. Ja. Oké, jij hoort er niet meer bij. Het is al goed. Een goeiemorgen vanuit het zonnige Turkije. Dat is eigenlijk wel zo. Als je naar Turkije gaat, dan is het toch meestal voor een zonvakantie, hè? Ja. Ik heb hier maar weinig mensen weten te gaan op wintersport. Wat? Salamander. Ja, is weg. Het kan hier misschien wel, hè? Want je hebt hier sneeuw, hè, in de bergen. Ja. En we hebben ook gisteren gehoord van iemand dat het ook in de winter hier ook gesneeuwd heeft. Ja, dat is waar. Gisteren heeft inderdaad de redder gezegd dat het voor het eerst in zijn leven dat hij weet hier gesneeuwd heeft. Gewoon, ja. Ja, hier lag er dus een dik laag sneeuw. Ja. Dat is bijzonder, denk ik, dat toch wel. Ja. Ja. Arme palmbomen. Ja, klimaatverandering, hè, is van die zaken. Ja. We gaan ontbijten. Zo juffrouw, vond je het een lekker ontbijtje? Yes, ik eet eigenlijk elke dag hier identiek hetzelfde. 3 pannenkoeken, 3 wafeltjes, een beetje appeltjes daarover, aardbeien daarbij, chocoladesaus erbij en klaar. Heel lekker. Het is een... Stevig ontbijt. Stevig ontbijt denk ik dan. Dat wel ja, maar wel lekker. Ja. Alle chance dat je niet moet betalen op gewicht. No. Wat hè? Ja, je valiezen wel, die worden gewogen. Ja. Tot op de kilo. Ja. Maar jij als passagier mag wegen wat je wil, hè? We mag altijd nog mee. Altijd want dat 10 kilo overschot. Ik kan nog voor 10 kilo meer meenemen. Dus kom. Dan ga jij 10 kilo eten? Bijkomen, nee. Ah. Geen zorgen. Oké. Okay. Als we weer een ochtendroutine zouden opnemen, dan zou onze routine zijn: opstaan, een beetje klaarmaken, basic, niet te veel. Zoals nog niet wassen, want dat doen we dan na het zwemmen. Dan naar het ontbijt. Van het ontbijt een wandeling langs de promenade tussen de palmbomen. Hè, helemaal van het ontbijtzaal die hierachter ligt tot aan het beginpunt van het hotel. Een volledige 4 of 5 minuten wandelen. Hè? 4 of 5 minuten wandelen. Hè. Ja, een beetje uitbuiken, hè, want dat mag wel na hoeveel pannenkoeken en hoeveel wafels waren het nu weer? 3. Ja. Elk. Dan heb je nog niet gesproken over de chocolade die je ook nog meeneemt. Hè? Ja. Ah, ah. De aardbeien. Ja. Dan. Dat is nog de ochtend, hè? Ja, ja. Dan iets drinken in het barretje aan de welkomsthouse. We doen altijd alsof dat we nieuwe gasten zijn. Nee, dat is niet wel, dat is gewoon een bar. Nee, dat klopt. Dat klopt. Dat is gewoon een bar. Dat is een 24 uur bar. Ja, het is eigenlijk zo'n beetje een bar, net aan de receptie, maar dat ook de busjes stoppen voor je terug te brengen aan de luchthaven. Als je bijvoorbeeld al 's nachts vliegt of 's avonds of eender welk uur dat je hier aankomt of weggaat, kan je dus eigenlijk iets drinken en ook iets kleins eten. Dus dat is wel een heel mooie geste van het hotel. Dat is heel fijn. Dat zie je steeds vaker. Maar het is voor ons eigenlijk de eerste keer dat we zoiets meemaken. Ik hoor het vaak van mensen die naar van die resorts gaan, in Griekenland, Turkije, Egypte, dat ze dat daar zo 24 uur gelegenheid hebben. In Europa bestaat dat iets minder. Ja, of misschien zelfs niet. Ik weet het niet. Dus daarna dan naar de kamer, als het dan nog altijd ochtend is tenminste. Daar dan zwembroek aantrekken. Ons insmeren. En naar het zwembad. Yes. En daarna zal het dan ongeveer wat middag zijn hoor. Als we daar dan eventjes aan het zwembad liggen, dan krijgen we honger en dan gaan we weer wat eten. En eigenlijk, dat is het zo'n beetje hè. Ja, maar ja, maakt niet uit. Vakantie life. Dus dat is hier ook een beetje te warm om hier andere dingen te doen hè. Ik hoor een vogeltje, het zit daar. Zie je het? Chip, chip. Daar op dat steigertje. Op dat pilaartje. Ja. Antwoord. Hij is weg. We hebben onze ochtendroutine aangepast. We zijn toch nog eens de stad ingegaan. Ik was aan het twijfelen, zou ik nu de camera aanzetten of niet? Maar eigenlijk moeten we dit vloggen omdat het gewoon de waarheid is, hè jongens. Leegstaande winkels. Zou dit het gevolg zijn van 2 jaar bijna geen toerisme in Turkije vanwege de coronapandemie? Ik weet het niet, maar dit ziet er niet goed uit, hè? Ik sprak ook net met iemand die toch nog open was, helemaal aan de grote baan dan.
Er was nog een winkeltje open met handdoeken. Liep verder trouwens buiten ons niemand. En die vroeg zich af waar alle Russen zaten. Ik zeg ja, dat is een lang verhaal. Die Russen zijn op dit moment aan het vechten ergens. Die mogen hun mannelijke Russen mogen momenteel hun land niet verlaten. Of toch in ieder geval, dat is de laatste info die ik heb gehoord via iemand die wij volgen op Instagram. De vrouwen die mogen wel het land verlaten, kinderen onder de 18 ook. En ja, daar zien we trouwens in ons hotel een paar Russische vrouwen, maar het zijn er echt niet zoveel als anders in ons hotel. Ja goed, die komen dan ook wel het hotel niet buiten, hè, want ja, zonder hun man, die hebben ook een beetje schrik misschien wel. En ja, dus het stopt snel, denk ik dan. Ja. Ja, en als je dan een hotel hebt dat enkel inzet op Russische klanten, zoals er hier een paar zijn, die zitten nu momenteel leeg. En die mensen klagen daarover. Dus na corona ook nog eens de oorlog die ook nog eens parten speelt hier in het land. Maar dit supermarktje is open. Het lijkt ook wel een beetje een toeristenwinkeltje. Maar we zullen zien. Misschien hebben ze wel iets dat we kunnen gebruiken. Tutje is nog mee, hè? Zijn Tutje nog mee? Ja. We hebben wat gekocht in het winkeltje. Pakjes koeken van een kilo. Luiers voor Jules. Ook nog heel wat potjes eten. Je moet weten, die potjes eten die we hier hebben gekocht. Ik denk niet echt dat de bedoeling is dat we naar daar gaan. Hè. Die potjes eten die we gekocht hebben, die kosten in ons hotel 2 euro het stuk. Of 3 euro het stuk? Ja, ik dacht 2 euro. 3 euro het stuk dus. En hier in de supermarkt hebben we die net voor 20 cent het stuk gekocht. Dat is toch wel een groot verschil. Zo zijn we dus eigenlijk die winkel buiten gegaan en alles eerlijk betaald. En met een volle zak naar buiten gegaan. Ik dacht, Jeanneke, wij zouden lachen. Met een volle zak naar buiten gegaan voor amper 10 euro omgerekend. We hebben wel in Turkse lira betaald. Ja. Want dat kan je dus ook wel. Je hebt heel veel winkeltjes die betalen, kan je in euro betalen, maar dat is dan echt wel die vlakbij de shops zijn. Momenteel staat de euro ten opzichte van de Turkse lira heel hoog, om het zo te zeggen. Dus als je 1 euro betaalt, dan krijg je daar tegenwoordig 17 Turkse lira in ruil voor. Dat was pakweg 2 jaar geleden de helft. Dus kreeg je voor 1 euro 8, of soms, ik hoor je papa altijd zeggen, 6 lira, Turkse lira. Dus dat is een groot verschil. Je krijgt gewoon het dubbele waar voor je geld. Dat wil zeggen dat de toeristenwinkeltjes die 5 euro vragen voor een t-shirt, dat die in Turkse lira eigenlijk dan omgerekend het dubbele krijgen. Dus dat wil wel iets zeggen natuurlijk. Hè. Als ze dus met dat geld naar datzelfde supermarktje gaan als ons, dan kunnen ze, wat ze vroeger voor 5 euro, krijgen ze nu eigenlijk voor 10 euro in Turkse lira. Ja, nu mag ik niet zo rekenen, maar krijgen ze gewoon dubbele van hun eigen geld in ruil. Dat is best veel hoor. Ja. Ja. Daarom vond ik het ook zo interessant om toch een beetje dieper in ons dorp, in het stadje te gaan. Zodat we echt wel naar een lokale winkel konden gaan. Dus nu deze winkel. Zodat we eens konden vergelijken. En effectief, de prijsverschillen zijn er wel heel erg groot. Ja. Op amper 5 minuten wandelen. Niet dat ik zo prijsbewust ben of zo, maar ik vind het gewoon altijd interessant om te weten hoe zijn de... En hoe leven de mensen hier? Hoe leven de mensen hier? Hoe ziet een echte supermarkt van Turkije eruit? Wie komt er in die winkel? Wat loopt er hier allemaal rond? Hoe ziet dat er hier allemaal uit? Wel ja, de realiteit doet soms een beetje pijn. Maar langs de andere kant, je ziet wel dat er hier nog altijd geleefd wordt. Ja. Ondanks dat het er afgeleefd uitziet. Ja, ze hebben misschien gewoon geen geld voor het onderhouden, ik weet het niet. Maar je ziet wel beweging hier in de stad. En dus niet enkel toerisme. Want hier loopt er bijna geen toerisme. Wij zijn hier de enigste, denk ik. Die hier dus deze sok supermarkt gevonden hebben. En we zijn terug in onze bubbel. Dit is trouwens onze kamer. Als je een roomtour wilt, dan heb je pech volgens mij. Want we hebben niet opgenomen. Maar kijk, dit is dus ons bed. Hier hebben wij geslapen. Dit is wat design boven ons bed. Dat geeft volgens mij wel of geen licht. Ik weet het eigenlijk niet. Maar ik denk dat ook geluid opneemt, die paneeltjes. Dan het terrasje. Het geluid opneemt. Ah ja, allee, ja, geluid, akoestiek. Voilà, dat bedoel ik. De zonnecrème. Dat is heel belangrijk. Jules, wat ben je aan het doen?
Ja, we zitten terug naar achter. We hebben hier een heel fijne kamer eigenlijk wel, ook voor Turkse nommen toch wel luxueus. Allee, ik spreek over de ervaringen van 10 jaar terug. Het is best luxe. Hè? Lichtjes in de spiegel, dat heeft een vrouw graag. Dan kan ze heel goed zien welke haartjes er overal verkeerd staan. Zo nog een detailspiegeltje. Ja, mooie wastafel, een inloopdouche. Het is best wel van kwaliteit ook wel, dus we mogen zeker niet klagen. Het is trouwens bovendien ook nog eens een gewonnen reis. Hè? Julien heeft dit gewonnen 2 jaar geleden. En dan doet dat dubbel zo deugd natuurlijk. Hè? Lekker eten, vegan-buffet ook voor mij. Ja. Echt van top, ik heb eigenlijk niet echt hier iets op aan te merken. Zeker niet. Mag ik ook niet. Nee. We dachten eigenlijk dat wat we nu eventjes nog aan een keer het zwembad zouden gaan liggen. Maar we passeerden net hier nog een keer zo de kidsclub en die is open vandaag, Jules. Ja, hè? Dat is hier leuk, hè? Wauw, wat leuk. Wauw, wat is het hier mooi, hè? Kijk. Ja, hè? Zoveel te zien, zoveel te doen. Ja. Maar het leukste vindt dat Jules een simpele bal. Hij duwt hem weg en hij gaat hem halen. Ja. Gaat hem maar halen, hè? Beetje omhoog kruipen, Jules. Buikje omhoog. En we gaan naar de glijbaan. Ja, goed gedaan. Wow, dat is een grote tractor, hè? Een camion. Camion. Gekkies. Papa. Hier liggen we dan weer. Nu al. Jean in de zon, zij is een zonneklopster. Lekker, Jules in de schaduw, in zijn tent, die we meegenomen hebben helemaal vanuit België. Dat kan je heel compact zo samen doen. Hey, probeer het flesje te pakken. Hey, eens proberen dat te pakken, jongen. Zo bijzonder is dat niet, hoor. Kan je wel mee spelen, ja. Zo het flesje maar dicht. Ik kan trekken, krijg dat toch. En ik lig er langs de andere kant. Een beetje in de schaduw ook. En zo bewaken we onze zoon, hè. Dan kan hij een beetje spelen tussen ons in. En nu zijn we echt wel daddy's team. Jules en ik. Want mama is weg. Mama is weg. Yay! Mama is een massage aan het laten ondergaan. Ze heeft dat gisteren geboekt. Gisteren was er geen tijd meer voor. Ze hebben dat vandaag gezet. Dus daarom ben ik met Juleke nu alleen. Yay! Mannen, jongens. Jongens, dingen doen. En we zijn al goed begonnen, want we hebben hier net aan de beachbar een drankje gedronken. Dat was lekker, hè? Je hebt mijn citroentje mogen eten, hè? Deugt niet. Sst, niet zeggen tegen mama, hè? Gaan we nu eens naar de zee gaan kijken of dat we dolfijnen kunnen vinden? Ja? Gaan we dat met z'n tweeën doen? Kijken naar de dolfijnen? Als we er kunnen zien, hè? Goed, we gaan kijken. Heb je al dolfijnen gezien? Nee, hè? Ik ook nog niet. Misschien straks. Misschien als je goed kijkt, zie je hier en daar wel een walvis liggen. Wie weet. Heb je er hier al gezien? Nee? Vind je het mooi? We zitten nu echt op de pier. Vanaf hier heb je eigenlijk ook een heel mooi uitzicht van wat er hier allemaal te zien is aan de kustlijn. Er staat een beetje de zee in eigenlijk op die manier en dan kan je daar in de verte heel veel hotels nog zien. Ons hotel is hier helemaal en dan langs die kant ook nog een paar gebouwen van hotels. Maar zoals ik dus net al gehoord had, in een winkeltje hier vlakbij, ja, was dat dus heel veel hotels momenteel nog niet operationeel zijn en dat die misschien zelfs niet eens open gaan, omdat ze dus vooral inzetten op Russisch toerisme. En dat is een probleem voor de moment. Ja, hè. Daar heeft dit hotel veel minder last van, want die zijn echt enkel voor een bepaalde reismaatschappij te boeken. Die actief is in België, Nederland, Duitsland, vooral Polen, die kanten uit. En zo komen ze eigenlijk aan hun toeristen, aan hun gasten. Dus dit hotel gaat er gelukkig niet te veel last van ondervinden. Niet te veel. Hey, Jules? Mooie jongen. Heb je nu eigenlijk al een dolfijn gezien?
Papa nog niet hoor. Papa heeft al goed rondgekeken. Maar ik heb hier nog geen enkele dolfijn gezien. Spijtig hè, Jules? Dat is heel leuk geweest anders, hè? Ja, dan maar in een boekje kijken, hè. Misschien staan die hier wel in. Hè? Ja. Ik heb hier al wat gechilld hier aan het zwembad. Zo, hopla, in de zon. Lekker op een lichtzeteltje. Juleke erbij. En een beetje wachten nu op mama. Hè. Ik denk dat ze zo'n sessie van 2 uur geboekt heeft. Het is nu 5:30 en ze is binnengegaan rond 4 uur. Dus ik denk nog een half uurtje en dan zijn we terug herenigd. Moet zeggen, ik mis er eigenlijk wel een beetje hoor. Het is toch allemaal veel leuker met z'n tweeën hoor. Allee, met z'n drietjes eigenlijk hè, Jules? Ah ja, oh. Waar ben jij? Ga je wegsteken van mij? Jules. Kiekeboe. Jules. Kiekeboe. Kiekeboe. Waar ben je nu? Jules, waar ben je? Waar ben je ergens? Jules? Ben je verstopt? Jules? Papa wil je zien. Ah, kiekeboe. Hey, kijk eens wie er terug is. Een kampoentje. Ik dacht dat jouw sessie 2 uur ging duren. Je bent gewoon al 40 minuutjes. Je bent gewoon sneller terug. Gemist jullie, hè? Ah, was leuk, mama. Was heel erg leuk. Super ontspannend. Ja, ben je ontspannen? Ah, je voelt zacht, ontspannen hè? Aan ook. Wauw. Ja. Ik miste jullie zo. Wij jullie ook. Oh, wij jou jullie ook. Onze eerste gezinsfoto hier in Turkije is nu ook een feit. Yes, dit is hem. Hey. Eindelijk een foto met ons drietjes. Mooi, hè? Heel mooi. We maken daar soms wat te weinig werk van om zo een foto te maken met ons drieën allemaal op de foto. Het is ook soms moeilijk, hè? Je moet altijd wel iemand vragen om een fotootje te nemen. En ja, dat is toch niet altijd evident. Je moet daar toch ook wel eventjes weer voor stoppen en hopen dat je een goede fotograaf hebt enzovoort. Deze zijn we wel goed. Maar dat gedaan. Is echt een hele leuke foto, het is waar. Ik ja. ben er blij mee. Ik ook. Hij mag er zijn. Het is ook een prachtige locatie, hè. Ik bedoel, dit is gewoon ja, zo fotogeniek. Als je hier gaat staan, ja, het is mooier dan in Hollywood. Ja, dat is waar. Toch? Ja. We zijn in Los Angeles geweest. Daar hebben wij ook zo lang zo naar richting Hollywood gereden. Daar heb je ook die boulevard met al die palmbomen richting dan de grote berg waar die letters op staan. Maar ja, dit is mooier, toch wel. Ik kon ook eigenlijk een selfie genomen hebben. Dat is toch niet zo hetzelfde. Dat is toch leuker zo, ja. Ik vind dat ook. Ja, even op de old school way. Ja. Weer al een avond, weer al een dag dat afgesloten is. Wordt over een paar uur in onze kamer. En ja, weer al een stapje dichter bij die terugreis. Ja, niet leuk hè, niet leuk. Ik kon er echt niet aan denken. Nee, maar ik denk daar iedere avond aan. Dat is zo raar, dat is zo, ik denk dat iedereen dat wel heeft. Zo. Goed, je wilt niet te vaak terugdenken aan, er komt ook wel weer een eind aan. Een reality check s'avonds ervan. Dus, kom binnen. Ja, ja, maar... Eerlijk gezegd, allee, dat is dan ook weer al zo'n beetje tegendraads precies zo, maar ik vind het nu ook weer niet zo erg. Nee, we hebben hier heel erg hard gewoon genoten en het is ook zo eigenlijk, we hebben hier gewoon rustig aangedaan, dat is ook wel eens fijn. En voor ons is het niks doen en rustig aan doen ook wel moeilijk. Ja, dus, ja. Wij zijn ja, avonturiers, wij komen graag buiten, ja. Wij doen graag dingen en hier is er weinig te beleven. Ik weet zeker dat je wel heel wat kunt doen, je kunt je inschrijven voor dan weer dit, dan weer dat. Maar je moet toch elke keer weer een excursie, een busje voor nemen. Je zit weer in een groep en in groepsverband hier zo reizen van het een naar het ander. Doe dat liever niet, doe liever zo op mijn eigen houtje, en we rijden een keer naar daar en we rijden een keer naar hier en dat hebben we nu niet gedaan. Maar allee, we gaan nu niet klagen, want we zijn bevoorrechte mensen. Wij doen heel vaak tripjes, wij gaan er vaak op uit. En we beseffen dat ook maar al te goed. Dus, we zijn heel dankbaar dat we hier mogen zijn. Maar ja, natuurlijk. Zo, voor ons blijft het ook nog altijd even bijzonder als voor een paar jaar geleden. Als we misschien maar 1 keer per jaar op reis gingen of zo. Toch? Yes. Ja. Oké, okay, dat gezegd zijn. Ja. Dit was weer een leuke dag. Ik heb jou een beetje moeten missen. Ja, jullie ook hoor. Nu gaan we het restaurant binnen. Maatjes hier vandaag druk. En we zien jou morgen weer voor een nieuwe video. Morgen.